beginnen met een muzikaal duo, Duo Axel. Patricia en Artem hier bij ons aan tafel bij Radio Tequila. Het is een première dat we horen, Patricia, de muziek van Duo Axel op de radio van Radio Tequila. Als ik naar jou vraag van waar de naam komt, Duo Axel, dan vertel jij ook meteen welke twee instrumenten wij hebben gehoord. Ja, dat klopt. Dus Duo staat uiteraard voor ons twee, Artem en mezelf. En dan Axel is de contaminatie van accordeon en cello. Axel. Jij bent de accordeoniste, Artem speelt de cello. Maar bijzonder ook, Patricia, is dat jij de muziek zelf componeert. Ja, dat klopt, ja. Mag ik jouw vooropleiding of van waar jouw kunde om die muziek te gaan componeren? Ik heb lesgevolgd aan het Conservatorium van Antwerpen, maar eigenlijk geen compositie. Wat ik heel graag deed was harmoniseren en bewerkingen maken. Op een gegeven moment ben ik dan Paul de Meijer tegen het lijf gelopen, een collega van onze academie, en hij is bijzonder goed in improvisatie, in schrijven. En daar heb ik dan een aantal lessen bij gevolgd, omdat ik voelde, ik wou vrijkomen. Ik wou vooral vrij worden in mezelf en mij uitdrukken in mijn eigen taal. En voilà, dan is het schrijven gegroeid eigenlijk. Dan moet je je taal gaan zoeken, die heb je gevonden. Maar ja, dan heb je ook iemand nodig om samen die taal te gaan vertolken. En dat heb je gevonden in Artem. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Wij hebben elkaar leren kennen met het project van de bedevaart naar Sint Cornelius. Samen met Peter Lambert en Judith uiteraard. Met mij, ja. Jezelf. En dat was een fantastische ervaring eigenlijk. Van het eerste moment dat we speelden, voelde je die klik. En die wil je gewoon niet meer loslaten. Voilà. Artem, wat is er zo bijzonder aan de muziek van Patricia? Dat is fantastisch melodisch muziek. Melodisch muziek met een beetje Italiaans en Franse invloeden. Franse invloeden, ja. En fleur misschien. Ja, ja, dat is echt romantische, mooie, bijzondere muziek. Patricia zei dat ze de klik voelde de eerste keer dat jullie samen speelden. Ik vermoedde dat dat bij jou ook zo was, Artem. Ja, absoluut. Maar ik moet zeggen dat Patricia heeft niet gemakkelijke muziek geschreven. So, dat is echt moeilijk voor cello. En ik moest practice. Eerst. Ja, ja, ja.
En dan ja, hebben we je eerste repetitie gehad en dat ging echt, echt succesvol. Ja, maar jij bent ook wel gewoon om heel veel te spelen voor heel veel bekende gezelschappen en orkesten, Artem. Waar speel jij overal bij? Ja, ik ben freelance muzikant en ik speel bij Symfonieorkest Vlaanderen, Belgische Nationaal Orkest van Brussel, Antwerp Symfonieorchestra, Cascofiel, bijna overal in België en ook buitenland, in Duitsland, in Zwitserland. En, ja, dit augustus heb ik met de Ukrainian Freedom Orchestra gespeeld en we hebben naar de op reis geweest en, in 8 landen en dat was echt schitterend en interessant. De goede luisteraar zal ondertussen vernomen hebben dat jij afkomstig bent van Oekraïne, Artem. Je spreekt heel goed Nederlands. Je had een beetje stress om het in het Nederlands te doen, maar je doet het heel goed. Patricia, volgende week hebben jullie cd-voorstelling. Klopt, ja. Dus dan gaan wij voor de eerste keer onze cd voorstellen. En dat gebeurt hier in Zulte. De Scheve Schuur. Ik zou zeggen, allen daarheen. Wij spelen om 11:00. En wij bieden ook de mensen die komen een gratis drankje aan. Omdat dat effectief de eerste is van onze reeks concerten. Waar kunnen ze de informatie vinden om kaarten te kopen? Ze kunnen alle informatie vinden op onze website www.duoaxel.be. Dankjewel, dat is duidelijk. We gaan uiteraard direct nog een beetje muziek van jullie spelen. Door samen te werken met jou heb ik ook geleerd dat jouw muziek ook heel erg vanuit jezelf komt. Dat de nummers die je maakt altijd ergens wel een aanleiding hebben of een gedachte die in jouw hoofd kwam. Of je bent aan het wandelen en je hoort opeens een melodietje. Naar welk nummer gaan we nu luisteren? We gaan nu luisteren naar Sentiti Libero. En hoe is het ontstaan? Het is eigenlijk ontstaan uit het diep gevoel naar vrijheid eigenlijk. En het is een beetje dubbel, want het begint eerst wat triest zo van ja, de vrijheid, ik zou graag vrij zijn, maar ergens lukt het niet. En dan krijg je zo dat vrij gevoel en achteraf is toch wel de bedenking, ja, we kunnen wel vrij zijn, we denken dat we vrij zijn, maar uiteindelijk zijn we het ergens niet. Dus dat is een beetje de samenvatting van Sentiti Libero. Oké, we gaan er naar luisteren voor mensen die nu pas instemmen bij Radio Tequila, wat een duo Axel hier bij ons. Zij hebben volgende week hun cd-voorstelling in de Scheve Schuur. De kaarten kunnen ze nog kopen via www.duoaxel.be. We gaan luisteren. Patricia en Artem, bedankt om langs te komen. Dank u wel. Thank you.
uit de farmfabriek. Radio.